De Nederlandse journalist Jeroen Kuiper woont al jarenlang aan de rand van Berlijn in Oost-Duitsland. Hij schreef het boek Het andere Duitsland over de voormalige DDR. Ik woon inmiddels 7 jaar in Oost-Duitsland en het gebied fascineert me natuurlijk. Maar wat mij ook opviel, of wat me nog steeds opvalt, is dat Oost-Duitsland, ja, bij wijze van spreken een soort van zwart gat midden in Europa is. Het is een gebied wat midden in Europa ligt, rondom Berlijn, een grote hoofdstad met 3.500.000 inwoners. Maar je hoort heel weinig over het gebied. De afgelopen jaren was ook vaak sprake van de economische ontwikkeling in de staten nog verder naar het oosten. Dus Polen, Rusland, daar loopt alles goed, liep alles goed. West-Duitsland ook redelijk, maar Oost-Duitsland, daar is niks. Wat gebeurt daar? Het dreigt een soort van zwart gat in Europa te worden. Dat fascineerde me. Daar wilde ik aandacht aan besteden. Kuiper reisde door Oost-Duitsland en ging praten met mensen om de balans op te maken van de Duitse eenwording, zo'n 20 jaar na de val van de muur. Ja, ik heb geprobeerd om een soort van doorsnee weer te geven van de Oost-Duitsers in de voormalige DDR. Dus het gaat zowel om politici, maar het gaat ook om de gewone man. Het gaat om neonazies, om ex-neonazies, het gaat om werklozen, het gaat om kunstenaars, om boeren, mensen die er naartoe zijn getrokken, jong, oud. Ik heb geprobeerd om een soort van weerspiegeling van de samenleving te geven. Nou ja, één persoon die ik wel fascinerend vond was een Oost-Duitser die sinds de val van de muur bijna elke dag de hoogste berg van de Harz heeft beklommen. De Harz is het voormalige grensgebergte tussen Oost- en West-Duitsland. Het was gedeeld. En die man die is nog steeds zo blij, 20 jaar na de val van de muur, dat die muur weg is. Dat hij bijna elke dag de hoogste berg daar beklimt, die vroeger onbereikbaar was. Dat doet hij nu al 20 jaar lang. Hij is meer dan 5000 keer omhoog geklommen. Dat vond ik toch wel een heel bijzonder verhaal. Een van de belangrijkste problemen van Oost-Duitsland is volgens Kuiper de demografische ontwikkeling. Het land loopt langzaam leeg. Sinds de val van de muur zijn er meer dan 1 miljoen mensen vertrokken uit Oost-Duitsland. En het zijn er vooral de jonge mensen, hoogopgeleide mensen. Het zijn ook vooral jonge vrouwen, dus mensen in de vruchtbare leeftijd. En dat is een enorme aderlading van 16 miljoen naar 15 miljoen mensen. En dan ook nog eens 1 miljoen van de slimste mensen die weg zijn gegaan. Dat is nogal wat, want dat zijn eigenlijk de mensen die het verschil zouden moeten maken voor de toekomst. En die zijn er nu niet meer. Er zijn een aantal steden, dat beschrijf ik ook in mijn boek, bijvoorbeeld Hoyerswerda, maar ook Halle en Zweden. Dat zijn middelgrote steden. Daar is de bevolking met ongeveer de helft gekrompen. Daar moeten hele flatwijken worden gesloopt. En het kost heel veel geld. Het geeft een gevoel van sociale onzekerheid. Er zijn hele generaties opgegroeid in een sfeer van afbraak. En dat is natuurlijk negatief. Een ander probleem in Oost-Duitsland is het rechtsextremisme. Zo krijgt de NPD, een neonazistische partij, veel politieke ondersteuning. Ja, rechtsextremisme is helaas een groot probleem in Oost-Duitsland. Ik denk dat dat ook een soort van consequentie is van datgene wat er in Oost-Duitsland gebeurt. Je zou kunnen zeggen dat het gebied dat de voormalige DDR politiek een beetje aan zijn lot is overgelaten. Veel politici praten niet over wat zij van plan zijn met Oost-Duitsland, omdat ze gewoon geen goed concept hebben. En veel van de traditionele partijen in Oost-Duitsland, dus de SPD, de CDU, dat zijn maar de Nederlandse PvdA en de Nederlandse CDA, die partijen hebben verzaakt, zou je kunnen zeggen. Zij hebben niet echt iets gepresteerd. En mede daarom zeggen mensen in Oost-Duitsland ook van ja, laat dan maar een andere partij die zegt dat ze wel oplossingen hebben, laat die het maar eens proberen. En een van de dingen waarvan ik zelf vind dat de NPD het sterk doet. Zij zijn lokaal actief. Zij springen in het gat wat andere partijen en andere verenigingen die niet meer actief zijn achterlaten. Zij organiseren activiteiten voor jongeren, voor scholieren. Zij organiseren zomerkampen. Ja, op die manier kun je natuurlijk mensen gemakkelijk aan je binden. Dus van hun uit geredeneerd is het slim gedaan. Maar politiek extremisme van rechts en voor een deel ook wel van links, dat is een van de gevaren die dreigen in Oost-Duitsland. Denk jij dat zijn symbolische parachute open zal gaan? Ik denk het wel, maar ik denk dat het nog lang gaat duren. Ik denk dat het nog steeds enkele decennia gaat duren voordat Oost-Duitsland er bovenop gekrabbeld is. Er zijn ook gebieden waar het economisch overigens wel goed gaat. In het zuiden van de voormalige DDR in Sachsen, in de steden zoals Eisenach, Jena, Leipzig en Dresden, daar gaat de economische ontwikkeling wel behoorlijk goed. Berlijn heeft ook goede kansen, maar ik denk dat dus daar ziet de toekomst er wel goed uit. Maar vooral op het platteland zullen we denk ik moeten accepteren dat grote gebieden leeglopen en dat het daar moeizaam zal blijven gaan.